Tijd voor weer een nieuwe Wat rij jij? Met dit keer budget 1000 tot 3000. Ik ben Steven Nannings en ik ben het trotse eigenaar van deze Suzuki GSX-F 600 uit 2004. Hoi, ik ben Gerald en dit is mijn Suzuki GSX-F 600 S-Raad uit 98. Ik ben Sander Lokke en ik ben de trotse eigenaar van deze Pan European. Ik heb deze gekocht in maart 2019. Ik ben eigenaar sinds 18 april van dit jaar. Toen ben ik 50 geworden. Ik heb hem 4 jaar geleden gekocht, dus in 2016. Met de kilometerstand van om en nabij de 32.000 kilometer. Kilometerstand stond op 110.000 kilometer. Hij had toen 29.000 kilometers op de teller. En ik heb er 1300 euro voor betaald. En ik heb betaald 2600 euro. Ik heb er 1600 euro voor betaald. Het was een rip uit mijn lijf, maar het was meer dan waard. Oké, weer 3 totaal verschillende motoren dus. Als eerste deze Suzuki GSX 600F uit 2004. Met 32.000 kilometer, aangeschaft voor 1300 euro. Dan deze GSX-R 600 S-Rad uit 1998, die met 29.000 kilometer op de teller voor 1600 euro aangeschaft werd. En als laatste deze Honda Pan European uit 2000. Die had maar liefst 110.000 kilometer op de teller toen hij aangeschaft werd voor 2600 euro. Ik heb deze motor gekocht omdat ik hiervoor had ik een code 80 rijbewijs. Dus ik zat tot een maximum van 35 kilowatt en toen werd ik 24. En toen wou ik iets groters rijden en toen kwam deze op mijn pad. Nou ja, het is een Sport Tour variant, dus je zit wel ietsje hoger, maar je hebt toch een sportieve rijstijl en dat trok me wel aan. Nou, op mijn 20ste jaar, toen kwam ik bij een grote rijschool hier te werken en de eigenaar die had in 1990 zo'n motorfiets en op slag was ik verliefd. Hij was wit, hij blonk en was echt revolutionair voor die tijd. En eigenlijk ben ik altijd fan gebleven van een Pan European. En dit is nu mijn tweede Pan European. En ik heb de eerste weggedaan omdat ik hem eigenlijk redelijk zwaar vond. En mijn vrienden die hadden een Ducati Monza. Dat was veel wendbaarder en hartstikke leuk. Maar toen heb ik eventjes een uitstapje gedaan ook naar een Monster. En ja, totdat ik deze op de brug zag staan. Hij zag er eigenlijk helemaal niet uit, maar ik was toch verliefd. En vandaar dat ik deze fiets weer terug heb gekocht. En nou ja, ik vind het hartstikke leuk weer rijden op deze fiets. Ik heb voor deze motor gekozen, want rond mijn 13e werd ik enorm liefhebber van de motorsport, van de World Superbikes. En daar had je een mooie, prachtige geel met blauwe Alstara Corona Suzuki van de Italiaan Pier Francesco Chili. En vanaf dat moment vond ik het een hele mooie motorfiets. En toen het mijn tijd was, toen dacht ik van ja, dit is toch echt de motorfiets die ik graag wil hebben. Wat ik eraan heb aangepast is handvatverwarming. Ik heb een ander ruitje erop gezet, een telefoonhouder en LED-verlichting voorop. En dat is eigenlijk het enige wat ik heb aangepast. Nou, ik had gezegd tegen de dealer waar ik hem heb gekocht, als jullie hem technisch in orde maken, dan ga ik hem voor de rest cosmetisch voor de rest opknappen. En bijvoorbeeld hier deze schade van de vorige eigenaar wil ik even netjes maken, even de spuiten. Nou, ik heb hier nog een barst. Daar wil ik nog eventjes of een andere kap voor of repareren. Nou, deze afsluitdekje die heb ik al besteld. Als het goed is, komt die vandaag binnen. Nou, deze kappen. Misschien kan ik die nog verder eventjes mooi maken. En zoals deze stickertjes, die zijn al wat lastiger te krijgen. En ja, ik hoop dat ik daar ook nog nieuwe voor krijg. En voor de rest ziet hij er eigenlijk wel netjes uit voor zijn leeftijd. Zelf heb ik niet heel veel aangepast aan deze motor. Hij was eigenlijk al zo goed als helemaal naar mijn smaak zag hij eruit. Alleen het raampje die had een andere kleur, maar doordat hij een keer gevallen was, ja, toen was het raampje kapot gegaan. Dus heb ik dit mooie blauwe raampje aangepast, omdat het mooi past bij het geheel. Verder heb ik niet heel veel aangepast. Andere spiegels ook in verloop van tijd. Verder was het helemaal niet nodig om er iets aan te passen eigenlijk. Ja, ik heb zelf problemen gehad waarvan ik heel erg baalde. De eerste dag dat ik hem kocht was de startmotor kapot gegaan. Die heb ik gelijk de eerste dag laten vervangen waarvan de vorige eigenaar wel had meebetaald. Dus dat was wel top. Voor de rest hebben we de carburateuren gereviseerd. De voorvoorkeringen waren lek, dus die zijn opnieuw gedaan. En dat was hem. Ik heb deze
motor gekocht bij een dealer hier. Zij hebben hem voor mij technisch in orde gemaakt. Groot onderhoud, nieuw voorband, nieuwe remschijven, remmen voor. Balhoofdlager hebben zij voor mij aangepakt of vernield. En nog een zwak punt van deze motorfiets is de achterbrug. Nou, daar zat wat vlieghoest op. Die hebben zij helemaal schoongemaakt en opnieuw behandeld. Zo ook de uitlaten die zijn opnieuw gespoten. En ook een zwak punt van deze fiets is de ABS-pomp. Maar die is gewoon goed. En vandaar dat daar ik voorlopig geen onderhoud aan heb. Aan deze motor. Maar dat zijn in ieder geval wel aandachtspunten van deze motor. Ik heb er eigenlijk nog nooit technische problemen mee gehad. Alleen dingen met de slijtageonderdelen, nieuwe accu. Maar verder heeft hij me nog nooit in de kou laten staan. Zelfs na een maand in de winter buiten te hebben gestaan, werkt hij nog steeds perfect. Koop hem niet met al te hoge kilometerstand, naar mijn ervaring. Ik heb een paar vrienden die hebben deze ook met een hele hoge. En die hebben ietsje meer problemen dan mij. Maar voor de rest kan er ook niet heel veel mis mee zijn. Ja, ik kan hem eigenlijk iedereen aanraden, want het is een zeer betrouwbare motor. Hij is vrij makkelijk, want het is ook mijn eerste motor sinds ik mijn rijbewijs heb. En eigenlijk vanaf het begin was het eigenlijk easy going met deze motor. Hij kan je nog steeds verrassen qua snelheid. Hij kan eigenlijk alles doen wat je ermee wil qua snelheid. Maar het is ook niet een hele zware handvol dat je denkt van oh, ik kan dit ding niet aan. Dus je kan eigenlijk beide kanten mee. Een makkelijke motor om mee te rijden. En tegelijkertijd kan je er ook nog flink hard mee gaan. Dus eigenlijk is hij voor iedereen aan te raden. En het is eigenlijk een hele makkelijke motor. En in onderhoud is hij natuurlijk ook heel goed. En hij blijft gewoon maar gaan. Want deze is dus meer dan 20 jaar oud en nog geen enkel probleem mee gehad. Voorlopig wil ik op deze fiets nog heel lang rijden. En voor in de toekomst, als ik nog eens een keer een paar centjes over heb, dan wil ik toch echt weer terug naar een Ducati, maar dan een Multistrada. Dat vind ik toch ook een hele mooie fiets en een mooie tourfiets. En het liefst een rode. En dan zie ik me helemaal rijden door Italië heen, want ik ben Italiaans. En dat is toch echt wel een droom. Ik heb plannen om deze te verkopen. Deze zomer ga ik hier nog op rijden. En volgend jaar wil ik het liefst een naked bike kopen en dan de MT-09. De MT-09 heeft iets sportieve rijstijl, maar toch is het een hele lichte motorfiets vergeleken met deze. Deze is 240 kilo. Nou, ik vind het heel moeilijk om deze ooit de deur uit te doen. Je hebt er toch op een gegeven moment een band mee opgebouwd. Maar als ik dan toch in de toekomst iets nieuws zou willen, dan zou ik graag richting de KTM RC8 willen gaan. En als ik het ook kan veroorloven, een Aprilia RS24. Maar dat is toekomstwerk. Voorlopig ben ik hier nog heel tevreden mee. De Suzuki GSX 600F met bouwjaar 2004 is bij de motorzaken nog wel verkrijgbaar, al is het niet in grote getalen. Voor een 2004 model betaal je gemiddeld zo'n €1.700, met kilometerstanden tussen de 16.500 en 57.000. Particulier staan er zeker meer te koop van dit model en dan betaal je tussen de €1.400 en €3.200, met kilometerstanden tussen de 5 en 18.000 kilometer. Een Pan-European uit 2000 is ook zeldzaam. Je betaalt bij de motorzaak tussen de €2.700 en €4.000 voor dit bouwjaar, met kilometerstanden variërend tussen de 34.000 en 81.000. Particulier konden we dit bouwjaar even niet vinden op de gangbare sites. Een 2001 model daarentegen wel, met prijzen tussen de €1.450 en €1.800. Dan zie je kilometerstanden tussen de 43.000 en 171.000. De Suzuki GSX-R 600 S-Rad vonden we niet uit 1998 bij de motorzaak. Wel de standaard GSX-R 600 modellen. De eerste S-Rad die we vonden was uit 2001. Voor 600's van rond die leeftijd betaal je tussen de €1.500 en €3.000. Met kilometerstanden tussen de 8700 en 35.000. Particulier koop je de standaard of S-Rad rond de €1.250 voor bouwjaar 98. Met kilometerstanden tussen de 32.000 en 57.000.